Dit is een fiets. En dit is een bril die alles omdraait. En nu zie ik letterlijk alles ondersteboven. Oh shit, dit is gek, jongen. Oh. Oh mijn god. SQ, zet jij hem eens op? Zo, what the fuck? Dat is gek, hè? Oh, je kan echt heel weinig zien. Wat ben ik blij dat ik dit ding de komende 50 uur niet op heb gehad. Jup, ik moet deze bril voor de komende 50 uur ophouden, want... Er is een man Destin en hij heeft ooit een fiets gemaakt. En wanneer je op die fiets naar rechts stuurt, gaat het wiel naar links. En dat maakt het heel onnatuurlijk om erop te fietsen. Echt, niemand kon erop rijden, want het is een omgedraaide fiets. Toen heeft Destin dus 8 weken zijn brein moeten trainen om op die fiets te kunnen rijden. En toen hij dat eenmaal kon, kon hij niet meer op een normale fiets rijden. Mijn bril geeft hetzelfde effect, want rechts is links, links is rechts, boven is onder en onder is boven. Dus het doel van deze video is niet alleen om 50 uur te overleven met deze bril op, maar ook om aan het einde van deze video een kind te kunnen verslaan in een fietsrace. En als ik deze wedstrijd verlies, dan zal ik één van mijn kijkers 100 euro geven in mijn volgende video. En de tijd start nu. Daar gaan we. Dit is hoe het nu na een uurtje gaat. En als je kan zien, ik kan wel een beetje trappen, maar het gaat nog echt heel lastig. En mijn balans voelt ook niet stabiel. Zoals je kan zien is het super lastig om zo te leven. En daarom heb ik mijn vriend Eskiel gevraagd om de komende 50 uur mijn begeleider te zijn. Hij heeft verschillende extreme challenges ingepland voor vandaag, waardoor ik meer gewend ga raken aan deze bril. We beginnen simpel. Denk je dat je kan schrijven met zo'n bril? Oké, je hebt 15 seconden om je naam op het blaadje te schrijven. 3, 2, 1, go! Oh, 7. Dit gaat echt niet. 6, 2, 1... En op zich, volgens mij, het ziet er nog best prima uit, toch? Je hebt twee keer... Je oh, hebt twee L'en. Twee L'en. Derre. Probeer jij het eens met die bril? 3, 2, 1, go. 14, 12, wat? 5, wat? 4, 2, 1. Oh mijn god. De reden waarom we deze korte opwarming deden is omdat Eskiel een schilderworkshop voor ons had ingepland. Hé, niet te snel. Wat hebben we nodig? Zie je wat het is? Ja, een canvas. Dit is een canvas. Kijk. Oh ja, één tegelijk. We gaan verven zonder verf. Zo, je bent scherper dan dat ik ben. Kijk. Hey, ben ik aan de beurt? Ja. Binnen alsjeblieft. Dankjewel. Hetzelfde. Dit is Rebecca en ik heb haar gevraagd om ons een kleine schilderworkshop te geven. We waren gestart met een paar simpele oefeningen. Ik wil de andere kant op gaan, maar mijn hersenen zeggen dat ik die kant op moet gaan. En daarna gingen we door naar de eindopdracht. Wat jullie gaan naschilderen is deze zonnebril, maar jullie krijgen maar 5 minuten. Jij bepaalt uiteindelijk welk schilderij het beste is en de verliezer die krijgt de canvas door zijn kop heen. Oh nee. Oké. Okay. 3, 2, 1... Start! Succes, Daryl. Zit ik in de verf? Ah, kut. Nee. Oh, nu heb ik hem al helemaal verpest. Ik kan die squash niet stabiel houden. Ik weet niet welke kant ik op moet gaan. Het ziet alleen maar uit, man. Mijn schilderij lijkt op mijn poep van gisteren. Bijna. 3, 2, 1. En penselen neer. Dan. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt, gast. Dit is die van mij. Ik zeg je, ik vind mijne echt nog mooier ook. Kijk je dan. Dit is die van mij. Gast, wat is dit? Wie zijn schilderij is mooier? Sorry Daryl, maar het is Eskiel geworden. Maar dit lijkt er niet eens op. Dat lukt niet. Maar dit was het niet, want de challenges worden vanaf nu alleen maar extremer. Ik weet dat Daryl snel misselijk wordt van bijvoorbeeld in een auto zitten of op een vliegtuig staan. En nu al helemaal met zo'n bril op. Dus ik dacht dat het een goed plan was om naar een pretpark te gaan. Waar gaan we nu eigenlijk naartoe? Oh mijn god, wat is dat allemaal? Oh mijn god, hier rechts? Ja, rechts. Kom maar kind. Wow, deze was echt eng man. Maar het voelt gewoon echt alsof je de hele tijd in een looping zit. Ja man, zeg maar. Snap ik. Ja. Ik hoorde dat je het eng vond. Goed gedaan jongen. Weet je waar we nu heen gaan? Nou? Het draaigat of zo lijkt me wel leuk. Kijken of je nog meer shaky kan gaan. Nee. Dit was al eng hè? Hey, deze gaat niet op de kop toch? Ik doe mijn ogen dicht. Bro, het voelt echt alsof ik op de kop hang hè? Ik hoop mensen hier laten we gewoon plezier hebben, man. Hé hey man, ik ga huilen. Oh. Eskiel, waar ben je? Leef je nog? Nee. Film je nog? Nee. Film je? Ja. Ik ben gemisselijk, man. Ik ook. Ik ga kotsen. Oh. Yo, Eskiel, gaat het nog goed? Zo, je ziet echt gebleken, hè? Ja, ik weet het. Moeten we anders even wat eten of zo? Zou ik een patatje speciaal mogen? En dan nog een Pepsi Max, alsjeblieft. Wat heb je? 45? Nee, wel 24. Oh. Oh, is dit mijn patatje al? Ja, gaat het lukken?
Gaat het lukken? Hoe bedoelt ze gaat het lukken? Je wordt meteen helemaal anders behandeld als je in plaats van een normale zonnebril een wat dripperige bril op hebt. Respect the drip, Karen. Na wat gegeten te hebben was het tijd om een stapje verder te gaan. En met deze activiteit kunnen mensen daadwerkelijk gewond raken. Je ziet daar, als het goed is, een paar flesjes en Devil gaat proberen om die flesjes omver te schieten. Dit is echt okay. Ander niveau. Hoe houdt dit ding eigenlijk vast? Oké, volgens mij richt ik zo wel goed. Nee. Je dacht toch niet dat we met echte geweren gingen schieten terwijl ik alles op zijn kop zie? Straks schiet ik per ongeluk iemand neer en beland ik in de gevangenis. Dat schiet natuurlijk niet zoveel op. Snap je? Ik krijg trouwens altijd zoveel comments dat jullie mijn afgetrainde lichaam willen zien. Bijvoorbeeld Dirk die zegt: Daryl, wanneer laat je nou je sixpack zien? Of Angela die zegt: oh mijn god, je hebt echt een afgetraind lichaam. Wil je een keer gaan zwemmen zodat we je body kunnen zien? Dus bij deze Angela. Het is nu tijd dat ik ga leren zwemmen. Oh, dit wordt wel... Weet je hoe gevaarlijk dit is? Ik kan verdrinken, hè? Ik kan nog niet goed zwemmen zonder bril. Laat staan met bril. Oké, ga maar proberen. De eerste paar keren kreeg ik wat hulp van Eskiel en voelde ik me echt als een pasgeboren baby die net leert drijven. Wist je trouwens dat ze die baby's gewoon letterlijk het water in gooien met de hoop dat ze gaan drijven? En dan heb je mij, een grote baby van 90 kilo die al niet goed kan zwemmen zonder bril, laat staan met bril die alles ondersteboven drijft. Maar na een aantal pogingen ging het eigenlijk best goed. Dit gaat nog aardig. Nou, zullen we dan maar nog een glijbaan pakken? 3, 2, 1, go! Maar what the hell, man? En toen we klaar waren, gingen we naar de sportschool, want er kwam toch een vrouw naar me toe in het zwembad die vroeg of ik moest bevallen van een tweeling. Personal trainer, wat wordt de eerste oefening? Een klein dumbbell press, denk ik. Pak even wat dumbbells en ga maar liggen. Moet ik ze pakken? Jazeker. Hoeveel kilo? Ah, jij kan wel 30, toch? Nee, laten we dat niet doen. Nee, pak lekker 14, om het nog een beetje simpel te houden. Rechterbeentje hier, omdraaien, want je wil gaan zitten. Ja. Juist, en nu gewoon naar achter laten vallen. Oké, dit gaat heel raar worden. Oh. Jee, dit is trippy, man. Kom, het voelt echt alsof die dumbbells overal naartoe gaan. Lekker, man. Easy. Voor vrouwen. Ja. Ik merk wel dat na verloop van de dag ik steeds beter word in het leven, overleven zo op de kop. Dat komt goed uit, want over anderhalve dag heb ik al een fietswedstrijd, maar ik heb nog maar 2 uurtjes getraind op de fiets. Op dit tempo ga je niet halen, Daryl. Kom op, tempo erin. Hoeveel tempo erin. 20 seconden. Hup. Zo, ik ga zweten. Hey, je bent weggehaald. Vieze beer. We zijn aangekomen bij de verrassing, Daryl. Ik ben heel benieuwd wat het is. Je hebt er heel de dag op gewacht. Ja. En ik denk dat je het wel een beetje spannend gaat vinden. Ja? Ja, ik denk het wel. Waar heeft het mee te maken? We staan heel hoog, zie ik. In de links? Ik zie heel veel lucht en gebouwen. Daar komt het. Als het goed is, zou je het nu moeten zien. Een ziek hoge schommel op een van de hoogste gebouwen van heel Amsterdam. Hier moet ik op gaan schommelen met mijn losse Air Force veters en ook nog eens ondersteboven. Zou ik nog steeds hoogtevrees hebben? Zo! Hey bro. Hey, dit is veel te hoog, gast. Hoi, yo. Hey, dit is fucking trippy. Oh, ik wil niet meer. Hey, ik hang op de kop, hè. Dit is wel erger dan die achtbanen, man. Zo. Ik word misselijk. Oh, my days. Waarom neem je me ook mee naar allemaal van dit soort attracties en zo? En na een zware dag van activiteiten besloot ik toen ik thuis aankwam meteen te gaan slapen. De regel is dat ik alleen mijn bril mag afzetten als ik mijn ogen ga dichtdoen. Bij deze. Oh, slaap lekker. De volgende dag werd ik wakker en dag 2 stond alleen maar in het teken van leren fietsen. Want ik heb natuurlijk het doel om een kind te kunnen verslaan met een fietsrace en anders verlies ik mijn 100 euro aan een van jullie. Ik heb gisteren natuurlijk al even geoefend, maar dat ging niet super goed. Dus ik heb vandaag een instructeur meegenomen. Succes, ik ga jou leren fietsen, want morgen is het zover. Ja. Het startte niet al te soepel, want ik bleef constant vallen. Ik merkte dat mijn balans niet goed was met deze bril op en ik het stuur te veel bewoog. Oh, recht. Hebben we geen zijwiel? Ik ben mee. Nee, oh, foutje. Pak rechts. Hup, gaan. Maar na 2 uurtjes kreeg ik het eindelijk wat meer onder de knie. Ik kon nu aardig goed recht fietsen, maar nog geen snelheid maken. Als je de kleuter wil verslaan, zouden we het tempo moeten verhogen. Dus probeer iets te tempo omhoog te gaan. Oh. Ja, rustig. Hé, hey, hou me wel vast. Ja, als je valt heb gas, ik je. Gas. Heb... Oh mijn god. Oh, dit is oprecht echt. En eindelijk, na 6 uur trainen, 60 keer de grond gekopt te hebben, kon ik eindelijk zonder hulp van Eskiel aardig snel fietsen. Gaan, hier eentje. Ik doe het! Ja. Het lukt hem gewoon. Lekker. Met de gedachte dat ik morgen een wedstrijd zou hebben tegen een kind, ging ik slapen. De volgende dag werd ik topfit wakker en na een kleine warming-up... Yes, is bij de bonus! Kom op, laat de kant! ...was het tijd voor de wedstrijd waar ik 2 dagen voor heb getraind. Als ik dit zou verliezen, heb ik alles voor niets gedaan. Wie als eerst vanaf hier tot de brug komt?
Ja, die heeft gewonnen. Mogen de beste winnen. 3, 2, 1, start! Kom op, Daryl, kom op! Jagen, jagen! Ja, 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 auto! Door, door, door! Door! Jagen! Ja, ja, ja! Sta ik eerste! Snel, snel, hij komt eraan! Oh nee! Snel! Snel! Oh joh, joh! Rijd ik in de gas! Rijd ik nog goed! Shit! Shit! Heb ik verloren? Nee! De 50 uur zijn om. Jij was hier eerder, hè? Ja. Shit, gefeliciteerd. Mijn missie is helaas niet geslaagd. Dat betekent dat ik in mijn volgende video 100 euro ga weggeven aan één van jullie. Wil jij kans maken? Volg me dan op Instagram via de link in de beschrijving, want daar kies ik de winnaar uit. Als je iets kan dromen, kan je het bereiken. Bedankt voor het kijken. Later.